Mevrouw, mag ik u wat vragen? Heeft u al een mooie foto van het Koningspaar gemaakt? Verschillende gemaakt, ja. Ja, dat is wel aardig gelukt, denk ik. Ja, er zit de foto ertussen? Dat verwacht ik nog niet, nee. Ik heb al leukere voorbij zien komen bij Omroep Flevoland. Dus, maar ja, u zegt nog, ze komen ook weer naar buiten natuurlijk. Dus, we gaan herkansen. Nee, ik vind het gewoon heel geweldig dat ze hier in Agelen zijn, in ons kleine dorpje. En dat ze ons gewoon weer bezoeken. Dat vind ik geweldig. U zegt weer? Nou, prinses Beatrix is ook hier ooit geweest. Zij nog niet, maar het Koningshuis is hier weer. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Nou, ja, want als je echt wat over Flevoland wil weten, dan moet je eigenlijk ook wel naar Agelen. Ja, dat blijkt wel. We zijn natuurlijk bouwhistorisch heel bekend. Maar ja, ik woon zelf in Agelen en voor mij is het heel gewoon. Dus ik vind het heel bijzonder om te zien dat andere mensen het wel weer heel erg leuk vinden. Ja, u vindt het heel gewoon om in Agelen te wonen. U ziet dat niet meer, die platte daken en het groen in het midden. Nee, dat is gewoon voor mij gewoon. Maar waarom bent u ooit gaan wonen dan? Mijn ouders zijn hier gaan wonen. En ik ben hier gebleven. Ja, u bent gewoon nooit meer weggegaan? Nee. Mijn man hier gevonden. En wij wonen hier al jaren in het dorp. Dus geweldig plekje. Lekker rustig. En ja, heel mooi om te zien hoe dat nu ontwikkelt na al die jaren. Dan moet het weer doorgroeien. En dat vind ik heel mooi om te zien. Ja, maar dan met dat doorgroeien moet wel de originele plannen moeten wel intact blijven. Dat hoeft voor mij nog niet speciaal. Maar wel de historische waarde vind ik wel belangrijk. Kijk, die platte daken heeft wel iets speciaals. Dus dat is wel heel erg mooi om te zien dat dat blijft. En natuurlijk de tuinen van Min Ruis. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk om dat weer extra aandacht krijgt om terug te laten zien. Dus dat is alleen maar verrijkend voor het dorp. Ja, dus alles in waarde houden zoals het gemaakt is, maar ook doorontwikkelen. Het moet wel werkbaar blijven. Het moet niet ten koste gaan van. Het moet wel verbetering zijn. Het moet wel, je moet hier niet vasthouden aan het oude. Want dan komen we er ook niet. Nee, het moet doorgroeien. Ook voor de volgende generaties. En blijft u hier nu staan wachten tot het Koningspaar weer naar buiten komt? Ja hoor, ja, ik blijf wachten. Dit is een unieke kans. Ja, heel erg leuk. Nou, ik wens u een fijne dag. Dankjewel, gaat lukken. Mooi. Nou, het Koningspaar is dus binnen. Dus dat is voor ons even, voor mij in ieder geval, nu even afwachten. Ik blijf even buiten en praat verder met de mensen die hier allemaal een glimp van het Koningspaar op willen pakken. En dat lukt heel goed, want het is vrij rustig.